Goedemiddag. Ik heb de eer om als laatste spreker hier te mogen zijn. Ik heb net even de sfeer geproefd. Die is goed en ik hoop dat wij dit half uur en daarna met wat vragen het goed kunnen doorkomen. Maar ik heb al wel begrepen dat het een zeer geslaagde conferentie is. En dat is natuurlijk ontzettend blij om daaraan te kunnen deelnemen. Nou ja, mijn naam is vandaag is Wilma van Dijk en vandaag gaat het over inlichtingendiensten, spionage en privacy. En dat vind ik belangrijke thema's. En wie deze drie woorden noemt, die kan eigenlijk niet om de naam Edward Snowden heen. En het afgelopen jaar is er natuurlijk heel veel berichtgeving over hem geweest en ook veel onthullingen van hem. Daarom vind ik het ook goed om hier te staan. En ben ik blij u mijn visie op cybersecurity te kunnen geven. Toen u voor deze dag werd uitgenodigd, was nog niet bekend dat ik de nieuwe directeur cybersecurity zou worden. Een soort black foto op een black hat sessie. Maar hier ben ik dan, dames en heren. Zwart gekleed, met een zwarte foto, maar dit is het gezicht. En laat ik beginnen om te zeggen dat ik hier sta als cybervertegenwoordiger van de NCTV. Zojuist al aangegeven, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En niet namens de inlichtingendiensten. Binnenkort verschijnt het nieuwe Cybersecurity Beeld Nederland. En dat is eigenlijk een soort digitale stand van het land. Ik kan daar op dit moment niet te ver op vooruit lopen, maar u kunt ervan uitgaan dat de ontwikkelingen van het afgelopen jaar daarin terugkomen. En zoals u weet was de afgelopen jaren de conclusie dat de digitale spionage en cybercrime de grootste dreigingen vormen op het gebied van cybersecurity. En ik hoef u niet uit te leggen dat van deze twee dreigingen cybercrime het meest tastbaar is. Maar ook cyberspionage is een zeer grote bedreiging. Zo blijkt ook uit het jaarverslag van de AIVD en ook tijdens het optreden van Mark Kuipers, plaatsvervangend hoofd AIVD, tijdens de One Conference 2 weken geleden. Deze digitale dreigingen, cybercrime en cyberspionage, maar ook de toename in de digitalisering van de samenleving, die vragen om een algehele digitale weerbaarheid. En daar ben ik voor. En daar wil ik graag de komende jaren voor inzetten. Met u. Met uw inzet. Ik weet nog dat ik in mijn vorige baan, toen was ik directeur bewaken, beveiligen, burgerluchtvaart, veel introductiegesprekken maakte en deed met politiemensen. Eenheidschefs van politieregio's. En mijn introductie was dan, ik ben Wilma van Dijk en ik kom niet van de politie. Nou, ik heb geleerd meteen na de eerste keer dat ik dit zei, dat je dat niet hoeft te zeggen, want die pappenheimers kennen elkaar. Dus ze wisten meteen, dit is geen politievrouw. In die zin kan ik u ook vertellen, ik ben geen techneut, maar volgens mij hoef ik dat ook niet te vertellen. Dat weet u misschien al, maar wat ik wel kan meebrengen, is dat ik mijn ervaringen heb in de wereld van de burgerluchtvaart. En zoals u juist al werd aangegeven, de samenwerking in de Nuclear Security Summit project. En in al deze werkervaringen komt mijn drijfveer heel sterk naar voren dat stilstaan achteruitgang is. En ik weet en ik realiseer me dat dat in de cyberwereld nog meer is dan elders. In het afgelopen jaar was ik als projectdirecteur met mijn collega's verantwoordelijk voor die grootste beveiligingsoperatie uit de geschiedenis, de Nederlandse geschiedenis, de Summit. En daar kwamen heel bewust digitale en fysieke veiligheid samen. En ik heb toen ervaren dat het heel erg van belang is om beide elementen nadrukkelijk in je project te betrekken. En ik merkte ook dat organisaties erg vermoeid hadden om naast die fysieke kant heel dominant ook te kijken naar die cyberkant. En daarmee zorgden we ervoor in het project dat we ook veilige gewone snelwegen hadden, maar vooral ook veilige digitale snelwegen. En dat bevestigde mij in de drijfveer die ik zojuist noemde, stilstaan is achteruitgang, je moet deze trajecten breed benaderen. In de summit was een constante afweging tussen veiligheid, privacyvrijheid en maatschappelijke groei. En die balans tussen die drie, die staat ook centraal in de tweede nationale cybersecurity strategie. Deze strategie is vorig jaar, eind vorig jaar gepresenteerd.
samen met het bedrijfsleven en overheid. En diezelfde balans, die raakt de kern van mijn werk, in mijn vorige baan en ook in mijn huidige baan. Er zijn ook veel parallellen in de digitale wereld en in de wereld waar ik vandaan kom. In beide werelden is de menselijke factor een kritische factor. De techniek, die beheersen we. En dan willen we verder in de beheersing. Maar we zijn heel erg afhankelijk van die menselijke factor en moeten daar dus ook enorm veel investeren. Want zelfs met een zware beveiliging kan de mens een zwakke schakel zijn. Sterker nog, de zwakste schakel. Daarom herken ik mij ook zeer in de ondertitel van de tweede cybersecurity-strategie. Van bewust naar bekwaam. Juist in een technische wereld mogen we de rol van de mens niet vergeten. En daarnaast hebben we ook in de wereld van de burgerluchtvaart gezien dat je breder moet kijken. Een vliegtuig kan zo veilig als mogelijk zijn en toch door kwaadwillenden worden overgenomen. Dat vergt een integraal beveiligingsconcept, een integrale benadering. Belangrijk, herken ik ook hier in deze wereld. Maar er zijn meer parallellen. Het is een volwassen wereld. Een volwassen wereld waarin gewerkt wordt met veel professionals. Zowel in de fysieke beveiligingswereld als hier, u, met u. Toch zijn we geconfronteerd met ingrijpende situaties. En dat vraagt om acties om in de professionele wereld volwassener te worden. Dat zie ik hier terug. En vanuit de historie is door u en door mensen met een technische achtergrond gewerkt aan een veilig internet. En dat raakt ons inmiddels allemaal. En het is dus ook een uitdaging voor ons allemaal. Gezien onze ambitie uit de strategie, en ons is echt bedrijfsleven en overheid, Nederland leidend te laten zijn op het gebied van cyber, is het van belang om deze wereld samen naar de volgende stap van volwassenheid te brengen. En dan is het leuk om op een Black Hat sessie te zijn, maar u zult begrijpen dat zowel in mijn vorige baan als nu, ik meer heb met White Hat hackers. Over de NCTV, de organisatie. De NCTV is een organisatie, is dé organisatie van de Rijksoverheid. Die gaat over 3 C's. Contraterrorisme, crisisbeheersing en cybersecurity. Samen met onze partners uit het veiligheidsdomein maken we ons sterk voor een veilig en stabiel Nederland. Fysiek en digitaal, online en offline. Ik hecht er daarom ook aan om te spreken over samenwerken. En dan wil ik eigenlijk doorstappen naar publiek-private participatie. Want 2 weken geleden op de One Conference had ik het nog echt over samenwerken. Maar dat heeft toch nog iets vrijblijvends. Ik wil samen dingen bouwen en ik wil dat we elkaar kunnen aanspreken op de resultaten. Maar daarvoor moet je elkaar wel weten te vinden en is het belangrijk om elkaar te kennen. En ik hecht dan ook aan het onderhouden van goed contact met deze community. En ik zal dat ook koesteren. En vooral vind ik het van belang om hier te melden, en dat zeg ik uit overtuiging, ik maak geen onderscheid tussen overheid, bedrijfsleven en ethische hackers. Het is juist van belang om elkaar te vinden. Op de One Conference, 2 weken geleden, was het dus ook echt ontzettend leuk en interessant om 2 en 3 enkele jonge responsible disclosure melders te noemen. Jongens die bij ons bekend zijn. Ze werden gevolgd door het programmaploeg, de cameraploeg van het programma Tegenlicht. En het was ook heel nuttig om met deze jongens te spreken over hun drijfveren, waarom zij hier aan meewerkten, om voor het grotere doel, het maatschappelijke belang, kwetsbaarheden via procedures te melden. Ik heb er veel aan gehad. En dat kan ook zo zijn voor u en voor uw organisaties. En dat brengt me op het punt van het bijbrengen van kennis over cybersecurity bij jongeren. Dat heeft wat mij betreft de toekomst. Samen met u wil ik mij hard maken voor het opleiden van de juiste mensen om het bestand aan cyberprofessionals in Nederland te vergroten. Daarbij hoeft die focus niet alleen gericht te zijn op de technische vaardigheden. Met de toename van het maatschappelijk belang van cybersecurity worden ook andere disciplines belangrijker. Het vereist programmeurs, digitale architecten, juridische specialisten, accountmanagers, etc.
Maar die diversiteit zorgt ervoor dat nieuwe probleemsolvers aan tafel komen. En ik denk wel dat het tijd is dat we daar naartoe gaan. Ik wil u nog een mooi voorbeeld van samenwerking geven. 2 maanden geleden heeft Brenno de Winter, en voor u geen onbekende in cybersecurity land, zich bij het NCSC gemeld samen met Ronald Kingma van het bedrijf Secure Labs. Zij melden onder Responsible Disclosure een kwetsbaarheid in elektronisch bankieren. Het NCSC heeft daarop een meeting met ze gehad, waarin ze hebben laten zien dat het mogelijk is om online banktransacties te manipuleren door onwetende gebruikers met een malafide wifi-netwerk te laten verbinden. Om vervolgens op de verbinding van de gebruiker met de bank in te breken en de details van de transacties te manipuleren. Voor u staat dit bekend als SSL-stripping. Technisch niet nieuw, maar wel voor het eerst dat het zo voor Nederlandse banken wordt getoond en het was zeker mediageniek. U heeft het ook wellicht in het consumentenprogramma Kassa gezien. Hoewel die aanval niet nieuw was, was dit wel reden voor ons om hier heel serieus mee om te gaan. En er konden ook zeker stappen gezet worden om het risico te verminderen. Daarom hebben we met beide heren gesproken en hebben we met beide heren de volgende vervolgstappen afgesproken. 1. De banken verhogen hun weerbaarheid tegen deze aanvallen. En de tweede is dat de banken de manipulatie van deze aanvallen detecteren in hun transactiemonitoring, dat ze ook gaan inrichten. Deze afspraken heeft het NCSC vervolgens afgestemd met de banken. En naast de maatregelen door de banken was het ook goed om de gebruikers nog eens bewust te maken van de risico's van publieke wifi-netwerken. Dat was nou een goed voorbeeld hoe een melder, een organisatie en het NCSC als spin in het web laten zien hoe kwetsbaarheden effectief kunnen worden aangepakt en wat de kracht van een netwerk kan zijn. Ik ben Brenno zeer erkentelijk voor de integere manier waarop hij deze kwetsbaarheid bij banken aan de orde heeft gebracht en heb hem dat ook persoonlijk verteld vorige week. En ik weet dat het NCSC daarbij op de achtergrond een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik wil het nu gaan hebben over cyber als ecosysteem waarbij de sense of urgency voor samenwerking zo noodzakelijk is. We weten dat er snelle ontwikkelingen zijn, we weten dat er doorontwikkelingen zijn en die moet je ook stimuleren en tegelijkertijd beheersbaar houden. Dat is wel een uitdaging voor ons, om daarbij binnen de community buiten geëikte paden te durven treden. Er is een boel niet geregeld, hoe gaan we dat dan doen? Daarin moet je elkaar vinden. En dat moet ook, want we moeten elkaar scherp houden en dat kan niet anders in een cyberland, in een land waar de ambities op cyber zeer hoog liggen. Op cybersecurity. Van belang is wel te realiseren dat de overheid niet de enige eigenaar van het grootste deel van digitale infrastructuur is. Sterker nog, wij zijn niet de eigenaar van het grootste deel van de digitale infrastructuur. En daarmee is de overheid niet altijd aan zet. Maar dat willen we ook niet. Juist die mix van overheid, private partijen, wetenschap, ethische hackers geeft voeding en richting voor het treffen van de juiste balans waar ik het in het begin over had. Economische groei, digitale veiligheid en behoud privacy. Economische groei zie ik als een kans. Digitale veiligheid als een noodzaak en privacy als een belangrijke randvoorwaarde. En dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Want wij zullen elkaar daarbij op gezette tijden ook vast diep in de ogen moeten kijken en scherpe discussies voeren. Want waar leg je die balans? Waar is dat? Dat zal in het ene geval anders liggen dan in het andere. Maar we moeten wel door diezelfde deur en steeds doen zich nieuwe kwetsbaarheden voor. En die kunnen we alleen het hoofd bieden door brede samenwerking en participatie. En ik weet vanuit mijn eigen ervaring tijdens de NSS, maar ook vanuit de burgerluchtvaart, dat dat kan. Samenwerken met partijen, het participeren is met zeer grote uiteenlopende commerciële belangen, is mogelijk. We kunnen elkaar weten te vinden vanuit een gedeelde inhoud. Wat betekent dat dan voor de overheid?
Wat mij betreft betekent dat als eerste dat je als overheid je eigen huiswerk op orde moet hebben. En daar zijn we druk mee bezig. Vorig jaar, zoals ik al aangaf, is de tweede cybersecurity strategie gelanceerd tijdens de bewustwordingscampagne Alert Online. De eerste strategie, let wel, was nauwelijks 2 jaar oud, maar toen al toe aan actualisatie. Zo snel gaan die ontwikkelingen. We moeten zo scherp aan de wind zeilen om voor te sorteren en bij te blijven met afspraken die Nederland digitaal veilig moet maken en houden. Met de eerste strategie zijn de digitale fundamenten van een weerbaar Nederland gelegd. De eerste strategie had dan ook een focus op structuren. Met de tweede strategie hebben we daar een stevige ambitie aan toegevoegd en ook strategisch een koers neergezet die we gezamenlijk publiek en privaat gaan realiseren. Ik kan dan ook wel zeggen dat mijn voorganger Wil van Gemert met zijn team een solide bouwwerk hebben neergezet. En zoals ik 2 weken geleden aangaf, enkele van u waren daar aanwezig, het is gegaan van Wil naar Wilma en dat betekent dat ik voortbouw op datgene wat Wil heeft achtergelaten. Want ik weet dat dat een solide bouwwerk is. Maar ik weet ook dat het bouwwerk nog niet af is. Verdere stappen en acties zijn nodig. Regeren is vooruitzien. Stilstaan in de digitale wereld is achteruitgang. Dat betekent dat je in die snelle veranderende digitale wereld nieuwe nationale, internationale coalities moet vormgeven om bij te blijven en zaken voor te zijn. Belangrijk, want infrastructuur in Nederland wordt beheerd door bedrijven, niet door de overheid. En dat samenspel moet worden verbeterd. En dat moet gemakkelijker worden gemaakt. Intensievere internationale samenwerking en het versterken uitbouwen van publiek-private coalities zijn in de huidige strategie dan ook zeer belangrijke thema's. Daarbinnen willen we natuurlijk ook onze eigen organisatie NCSC versterken. Want wil je dat bouwwerk solide houden, zul je het ook moeten blijven onderhouden en blijven investeren. Dat is belangrijk. En daarin hebben wij als overheid een voorbeeldfunctie. En daarom is in het laatste jaar de positie van het NCSC ook verder versterkt. Was het altijd al een spin in het web, in het digitale cyberweb, het wordt wat mij betreft in de komende jaren steeds sterker een netwerkorganisatie die niet alleen zelf een web bouwt, maar ook anderen in staat stelt om een eigen web te bouwen. Maar we gaan verder. De afgelopen maanden is de nadruk al komen te liggen op de netwerkbenadering die het NCSC voorstaat. Het NCSC vervult steeds meer de rol van coalitievormer en facilitator van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in het netwerk. Dat zullen we in mijn visie, zoals gezegd, steeds meer gaan doen. En het kernwoord daarbij is smart coalition. Niet op ieder onderwerp zal dat overigens dezelfde coalitie zijn. Maar juist afhankelijk van het onderwerp zal gezocht worden naar een nieuwe, tijdelijke of structurele coalitie die op maat is toegesneden om te bouwen aan een nog volwassener digitaal domein. En dat vertaalt zich in concrete, hele concrete stappen. Onder meer in de manier waarop een aantal van de recente initiatieven van het NCSC, zoals het Nationaal Detectienetwerk en het Nationaal Expertise Netwerk, zoals dat wordt vormgegeven. Trajecten waarvan ik hoop dat u ze alvast zeker gehoord zult hebben. In deze trajecten wordt de dialoog gezocht en wordt gekeken hoe we samen kunnen bouwen aan een sluitend stelsel. Daarbij niet als overheid werken met een blauwdruk, nee, samen bouwen aan nieuwe concepten en deze samen vormgeven, zodat we ook daadwerkelijk bouwen aan netwerken die in een gezamenlijke behoefte voorzien. Dat is nationaal, maar ook inzet op internationaal vlak is erg belangrijk. Want, zoals gezegd, in het grenzeloze wereld van cybersecurity is het volstrekt onmogelijk om niet in te zetten op de internationale samenwerking. De komende jaren zal vanuit Nederland dan ook actief worden ingezet op internationale samenwerking. De 2 belangrijkste highlights daarin zijn de Cyberspace-conferentie en het EU-voorzitterschap. Nederland is volgend jaar gastheer van de Global Conference on Cyberspace-conferentie.
Een platform voor internationale samenwerking over cyberzaken, waar we allemaal mee te maken hebben en waar we van elkaar kunnen en moeten leren. Daarbij is het belangrijk om samen met de partijen uit de markt en met maatschappelijke organisaties te spreken over de belangrijke thema's in het digitale domein. Bijvoorbeeld over de wijze waarop wij omgaan met veiligheid in relatie tot die economische groei. En het randvoorwaardelijke belang van privacybescherming daarbij. Lastige thema's, maar wel te bespreken. In het digitale domein ligt 2016 nog ver weg, maar op de internationale agenda komt op 2016 komt wel met rassenschreden naderbij. En dan zal Nederland voorzitter zijn van de Europese Unie. En juist gezien onze ambitie om als Nederland leidend te zijn op het gebied van cybersecurity, is dit een uitgelezen kans om met de strategie en de conferentie ook in EU-verband onze standpunten uit te dragen. Cyber is daarmee voor mij ook één van de speerpunten tijdens het Europees voorzitterschap. En ik hoop dan ook om dan samen met u aan onze Europese collega's uit te kunnen en mogen leggen welke fantastische resultaten wij in Nederland hebben neergezet. Ik kom tot een afronding en de kern is, het is noodzakelijk en belangrijk dat we gezamenlijk optrekken. Wij staan dus gezamenlijk aan de lat. En ik zoek daarin graag de community op om de uitdagingen aan te pakken. Ik heb het vertrouwen dat we over dergelijke zaken goede afspraken kunnen maken en er samen uit weten te komen. En de voorbeelden in mijn verhaal onderstrepen dat wat mij betreft. Breder zie ik dat bijvoorbeeld ook terug bij een initiatief als Responsible Disclosure. Sinds de publicatie van de leidraad is het NCSC bij circa 100 RD-zaken betrokken geweest. En ik schuw het niet om te zeggen dat daar ook meerdere meldingen over onze eigen website bij zaten. Het is geen schande om een kwetsbaarheid te hebben, maar wel een schande om deze niet van gepaste respons te voorzien. Kortom, dankzij de community hebben we nuttige meldingen ontvangen en even zoveel kwetsbaarheden verholpen. En we werken straks weer nauw samen in de campagne Alert Online, die we dit jaar opnieuw gaan uitvoeren. Het zal zijn van 27 oktober tot en met 6 november. Eind vorig jaar werkten ruim 50 bedrijven en organisaties mee om Nederlanders meer bewust te maken van de digitale risico's. Mag ik weer op uw deelname rekenen? Juist omdat online veiligheid in Nederland geen zaak is van één partij. Juist omdat je samen moet optrekken, samen slim moet investeren om van Nederland de meest open en tegelijkertijd veilige online samenleving te maken. Samenwerking, participatie, soms verschillende belangen, verschillende rollen, maar met één gemeenschappelijk doel, een veilig digitale samenleving. En zoals gezegd, met het zoeken naar de juiste balans tussen veiligheid, vrijheid, privacy en economische groei. Ik dank u wel. Geen vragen? Ja. U heeft een vacature voor hoofd NCSC. Ik heb al gesolliciteerd. Hé, mag ik uw naam? Goeie vraag. Ook heel fijn dat u zich bekend stelt. We spreken na de conferentie nog wel even. De procedure, ja, die is vorige week volgens mij opengesteld, anderhalve week geleden. Dan heb je tot en met 25 juni om te reageren.
Dus kijk naar de website. En www.werkenvoornederland.nl is het, geloof ik. Dan 25 juni, dan daarna krijg ik zeg maar het totaal binnen. Ik heb begrepen dat er veel interesse is getoond. En daarna zullen er natuurlijk gesprekken gevoerd worden. En bij een klik, zal ik het maar zo zeggen, een gezamenlijke klik, zal er nog een onderzoek zijn door de AIVD, omdat het een vertrouwensfunctie is. Nou, en wanneer dat voorbij is, ja, dan denk ik dat wij begin najaar kunnen zeggen, en dat ik dan hopelijk kan zeggen, dat er een nieuw hoofd NCRC is. Ik ook. Zijn er nog inhoudelijke vragen op de week? Mag ik even een vraag terugstellen? Wat bedoelt u met de kloof voor de particulieren? Als die niet zichtbaar is, er is nogal een gebrek aan vertrouwen over en weer. Dat is duidelijk door iedereen die daar aan meedoet. Zowel de mensen die met de overheid zaken moeten doen, als mensen vanuit de overheid die zeggen van ja, zij willen het wel weten, maar ze komen niet naar ons toe. En dat hoor je als je de politie spreekt, mensen die daar bij de IT crime zitten. Ja, dat is, als er een afstand is, moeten we zeker er alles aan doen om dat te overbruggen. Dat begint in ieder geval met een leidraad waarin staat hoe je kunt handelen als je een kwetsbaarheid hebt en hoe je bij de partij terecht kunt. Als je daar aarzelingen bij hebt als particulier, dan kun je altijd terecht bij het NCSC. Want het NCSC zal daarin de rol van facilitator op zich nemen. Die ervaring in die 100 meldingen die ik net noemde, zijn er een aantal van geweest. En dan gaan we als een intermediair tussen de melder en de organisatie zitten. En dat alles om vertrouwen te kweken en ervoor te zorgen dat de dingen wel dan op een goede plek terechtkomen. Het zal geëvalueerd worden. We gaan daar ook binnenkort mee starten. Dat zullen we doen samen met iedereen die daarbij betrokken is geweest. En ook hier gaat het dus om zowel het bedrijfsleven als wij zelf, we zijn hier ook partij in, als de particulieren die zich gemeld hebben, omdat we in dat brede palet willen zien hoe dat loopt. We zullen dat ook doen met de vitale sectoren. En wat ik ook een beetje heb teruggekregen uit de afgelopen 2 weken, en dat zijn mijn eerste 2 weken geweest, dat vooral ook in de telecomsector dat een beproefd instrument is waar in ieder geval belangrijke ervaring is opgedaan. En ik denk dat we alles eraan moeten doen om het vertrouwen en daarin elkaar kunnen vinden, moeten verstevigen. Maar u weet, is dat vertrouwen er niet? Op voorhand kan ik me heel veel bij voorstellen. De NCSC kan als facilitator optreden. Ja? Nou. Wat zegt u? Nou, vanuit de NCTV zal ik altijd een voorstander zijn dat we dingen met elkaar veilig doen. Dus dat is voor mij wel een belangrijk uitgangspunt. Privacy is een voorwaarde waarbinnen je kijkt hoe ver je in die veiligheid gaat. En dat hangt ook samen met de keuzes die je als burger en als particulier en als bedrijfsleven en overheid wil maken. En in die driehoek is het niet het een of het ander. Het is in een nauw samenspel met elkaar. En telkens moet je dus die afwegingen maken. En de ene keer weegt veiligheid iets zwaarder dan privacy. Maar dat moet echt vanuit de casuïstiek moet dat komen. En ik ben er heel eerlijk in. Als je dat dan ook vindt, dan moet je dat heel goed kunnen uitleggen. Thank you.
Ik weet niet of de casus van een half jaar geleden, of dat valt onder responsible disclosure. Waar het om gaat is dat ik heb willen spreken over de contacten die we gehad hebben naar aanleiding van het consumentenprogramma Kassa en wat we daaraan vooraf hebben gedaan. En dit is een uitstekend voorbeeld van hoe we met elkaar omgaan. Ik ga mij verder niet uitlaten over wat er een half jaar geleden is gebeurd. Oh, nee, daarachter als eerste. Dat ga ik zo doen. Nou, sowieso innovatie is een heel belangrijk thema. En daarin geschikte technologie, daar bouwen wij aan mee. En willen we in investeren en meedenken hoe dit te ontwikkelen. Je hebt de Cybersecurity Research Agenda. Dat is zo'n speerpunt waarin we juist kijken naar goede technologie. En ik zou u willen uitnodigen voor zover dat contact er nog niet is geweest. Als u daar ideeën over heeft, om dat vooral ook bij het NCSC te melden, want daar staan wij voor open. Kan ik bij u phishing melden of eigenlijk niet? Nou, ik zou gewoon zeggen, bel het NCSC. Volgens mij kunt u dat melden als het vooral de NCSC zelf betreft. Als het de banken zou zijn, zou ik toch echt u adviseren de banken te bellen. Heeft u het NCSC gebeld? Oké, dan is dat reden om na deze conferentie even contact te hebben. Die sturen we door naar een particuliere organisatie die daar niks aan deed. En ja, dat lijkt wel een beetje raar en kwaad. Nou, ik zou graag de gelegenheid hebben om met u even de casus door te spreken. En we zullen in ieder geval moeten kunnen uitleggen waarom de dingen zijn gedaan zoals ze zijn gedaan blijkbaar. Maar daar wil ik graag met u bilateraal over in gesprek.